Ja, het valt me op dat omdat je nu ook de laatste jaren, je tweede boek komt ook uit. Je hebt bijvoorbeeld twee nummers, begin je met gesproken tekst. Ja. Was dat, wilde je dat doen? Of ik bedoel, die mixvorm komt nu meer, lijkt mij, voor mijn gevoel. Dat nummer met de jonge beatbox, dat was min of meer toevalling. Ik wist niet goed wat ik daarmee moest en ik had er allerlei dingen op gezongen. En ik was een beetje mijn papier aan het rollen en toen vond ik een gedicht wat ik voor mijn zuster had geschreven. En toen ik dat las, dacht ik van, oh, dat heeft nogal een ritmische structuur eigenlijk. Dus laat ik eens proberen dat op die beatbox in te spreken. En dat was in één keer raak. Wat meestal niet is met dat soort dingen. En wat de tango betreft, daar hoort in het begin een parlando gedeelte. Dat is in het origineel ook zo. En eigenlijk in alle versies die ik daarvan gehoord heb. Zij dan in het Spaans. Ja. En waarom heb je die genomen? En waarom heb je... Dat kwam met strijkkwartet vandaan, die aan de tour hebben meegedaan. Die zouden vier tango's doen. En zij hadden het verzoek van, wil je er niet eentje zingen? Tot op dat moment wist ik niet eens dat er ook gezongen tango's bestonden. Ja. En zij kwamen met deze aan. Ze hadden er een paar, maar deze was voor mij meteen zo van, nou, de twee anderen die waren wat mij betreft iets te ver van mijn bed, maar deze, daar voelde ik me eigenlijk vrij snel al in thuis. Oké. Ik wil even een stukje tekst doen van het nummer Spiegelmonster. Ja. Even kijken. En dan denk ik aan de mensen, geliefden en getrouwen, vrienden en vrouwen die warmte willen zien. Ik dacht, het zou kunnen gaan over jezelf. Ja. Maar ik weet niet of dat... Ik ga er eigenlijk vanuit dat iedereen die 's ochtends zich scheert en in de spiegel kijkt, deze gewaarwording wel eens heeft. Oké, nee dan. Daar reken ik een beetje op. Het is niet een ideaal moment meestal om jezelf in de spiegel aan te treffen, vind ik. En ja, dus het spiegelmonster dacht je van, nou, ik moet maar eens wat... Nee, ik stond een keer in de spiegel te kijken, soms naar een zware avond. Toen dacht ik van, hier valt vast iets mee te doen, creatief. Oké. En er was nog een nummer, bijvoorbeeld, een lantaarn. Spiegel je daarin op een gegeven moment een soort generatieovergang ten opzichte van je vader? Ja. Dat zeg je mooier dan ik het zelf had kunnen zeggen. Maar dat nummer, dat is... dat is me gaan bekruipen gaandeweg, merkte ik. Dat is misschien ook wel het nummer... Het is muzikale dichtspreker, zeg maar, gewoon popmuziek. Maar de zang daarvan, de zang op deze... Zoals die nu is, bijvoorbeeld ook de allereerste versie van de zang. Ik heb daarna overgezongen en ik dacht van nee, ik doe precies de goede sfeer te pakken gehad. En elke keer als ik het hoor, dan zie ik de scènes ook zie ik heel scherp vormen. Dat zijn scènes hier in de buurt, in een bepaalde plekken in het park en met spoor. Hoe moet ik dat zeggen? Elke keer deed me steeds meer naarmate ik het vaker hoorde. En maar het nummer is dus eigenlijk, dat is toen geschreven, je had vanuit een gevoel. En pas later werd het je helemaal duidelijk of zo. Moet ik het zo zien? Dat gaat bijna altijd zo met nummers. Ja, okay. Je zet iets op in de blind als het ware en langzaam begint in te zinken wat het nou eigenlijk is. En daarmee bijvoorbeeld ook de toon waarop het gezongen moet worden. Okay. Ik had nog wel één vraagje daarover. Ik weet niet of het zo is, maar daarvan was je vader ziek? Of, nee, hij was... Dat was even mijn persoonlijke... Dat ik niet ziek, maar ook niet goed er aan toe. Okay. Dat leek fout te gaan, dat is uiteindelijk niet gebeurd, maar... Ja. Nee, want ik dacht even dat hij misschien je dementie of zo, dat hij het verhaal niet meer kon vertellen. Dat was mijn eigen interpretatie. Nee, het is geen kwestie van niet meer kunnen vertellen, maar hij vertelt ze gewoon niet meer. Oké, prima.